Nou, wij gaan weer verder. Als het goed is, zijn wij nu allemaal te horen en het beeld vanzelf bij degene die aan het woord is. We hebben even gauw naar een aantal vragen gekeken en los van de toezegging dat we zullen proberen van een aantal vragen ook nog eens een keer via de mail te reageren, hebben we een aantal in een soort categorieën willen behandelen. Een van de eerste vragen ging over het feit dat door die veranderende, die extremere klimaatomstandigheden, sterkere wisselingen van de zodendichtheid gedurende het jaar kunnen zijn. En dan was de vraag van, kan dat alleen maar van belang zijn voor de erosiebestendigheid van de grasbekleding? Of zou ook de sterkte van de hele zodenlaag daardoor kunnen worden beïnvloed? En zou dat bijvoorbeeld op microstabiliteit en macrostabiliteit invloed kunnen hebben? En dan was de vraag die ik in eerste instantie aan Mark zou willen stellen. Is jouw inschatting dat die sterkte van die toplaag kan veranderen en dat het een relevante verandering is voor microstabiliteit en stabiliteit binnenwaarts? Voor microstabiliteit sowieso, omdat dat natuurlijk, zeg maar, als je het op schaalniveau ziet, microstabiliteit ook juist net in die toplaag. Toplaag, de eerste goed zit. Maar voor macrostabiliteit binnenwaarts of buitenwaarts is het ook relevant, omdat het als die scheuren er nog zijn in het gesloten seizoen, dan geeft het ook weer een extra risico. Dus het is wel relevant. Ja, maar als ik het goed begrijp, is het dan misschien meer via de scheurvorming dan dat de sterkte van zo'n toplaag zelf nou zo relevant is geworden. Bij een primaire kering en de grootte van het glijoppervlak bij een primaire kering. Ja, in ieder geval, ik denk dat er een onderscheid te maken is dat voor microstabiliteit die sterkte van de toplaag sowieso relevant is. En voor macrostabiliteit moet je het in een groter geheel zien. En dan moet je kijken van, doet het er zodanig toe van dat het echt een relevant effect heeft. Ik denk dat dat in dat laatste situatie van macrostabiliteit, dat het minder relevant is. Oké, duidelijk. En dan was een andere vraag, of een paar vragen, die eigenlijk een totaal ander geluid laten horen. Er werd eigenlijk geconstateerd dat op het moment dat het gras begint te verdrogen, neemt ook de verdamping door het gewas af en daarmee verdroog je dijk ook veel minder. En zou je eigenlijk zeggen, dat is alleen maar prachtig dat die toplaag heel slecht is, want des eerder het gras verdroogt, des te minder snel de dijk uitdroogt. Als alle bevindingen van Bart tenminste kloppen, dat inderdaad de vegetatie vooral de boosdoener is voor het laten uitdrogen van de kering. Dan is natuurlijk een belangrijke vraag wel, als dat gras verdort, is het dan in de herfst wel weer hersteld, als het wel weer het hoogwaterseizoen eraan komt. Ik weet niet, Maurice, wat weet jij over hoe snel het gewas zich herstelt na een droge periode? En dan praat over een ernstige droge periode. Ja, nou goed, ik heb niet alle situaties helemaal netvlies, maar we hebben natuurlijk in die hele droge periode wel gezien dat afhankelijk van hoe die samenstelling is van dat vegetatiedek, je ziet bijvoorbeeld dat planten als raaigrassen, die zijn behoorlijk sterk, die kunnen zich enorm snel herstellen. Daar wordt het groeipunt ook niet beschadigd als je langdurige instraling hebt. Andere grassoorten, zoals de vestuca's, de roodzwenken, zeg maar, die we ook op de dijken tegenkomen, die vallen echt weg. En die komen ook niet terug. Dus daar, kijk, als je een hoog aandeel daarvan in jouw bekleding hebt zitten, dan kun je natuurlijk de situatie op een gegeven moment krijgen dat daar openingen in gaan vallen, doordat dat gras echt wegvalt. En dan heb je wel een risico. Ja, dus eigenlijk zeg je ook dat gewoon de hele samenstelling van je gewas kan op termijn gaan veranderen, doordat alle droogtegevoelige soorten verdwijnen na al die periode. Echt wel een heel andere soort terug. Okay, en ja, dan is het voor de erosiebestendigheid wel weer. Oké, dat is duidelijk. Dus we gaan niet proberen massaal ons gras te laten verdorren om de dijken natter te houden. Dat is dan een hele geruststelling. Toch is wel een andere interessante vraag daarover. Die zegt, ja, als wij een dijk ontwerpen, dan maken we daar die hele erosiebestendige zware kleilagen passen we toe. Die levert de erosiebestendigheid tijdens de normsituatie.
En dat gras op je leeflaag, dat is voor een deel eigenlijk gewoon aankleding en het ziet er esthetisch mooi uit. Maar het is meer een bruikbaarheidsfunctie dan dat het nou een eis is aan de sterkte van de dijk. Ontlenen we denk ik stiekem best wel rendement aan het feit dat er een goede grasbekleding op de dijk ligt. Maar stel dat we inderdaad alleen zo afhankelijk zijn van die erosiebestendige kleilaag. Misschien een gemene vraag, Maurice, maar wat doet die grasstoder er dan eigenlijk toe? Nou ja, ja, ik ben misschien technisch iets te weinig onderlegd van de erosiebestendigheid van die kleilaag wat gebouwd wordt. Maar ik denk dat die toplaag ligt er niet voor niks op. En dat toch ook die vegetatiedek heeft toch ook zijn functie in een stukje bescherming van de onderlaag. Met name als je daar ook een goede verankering in hebt van die toplaag in die onderlaag. En dan kom je dus op het feit dat je toch een bepaalde diepteontwikkeling ook moet hebben van je wortels. Dat samen geeft de sterkte. Ja. Hey, en als ik dan, want ik denk ook wel teksten te kennen uit landelijke voorschriften, dat een hele goede grasmat meer erosiebestendigheid geeft dan de meest erosiebestendige kleilaag. Maar dan jij met jouw Wageningse achtergrond, waar zou jij meer vertrouwen in hebben? Een perfecte kruidenvegetatie of de juiste kleisoort uit oogpunt van erosiebestendigheid? Oeh, ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Want... Nou raken we een heel gevoelig punt waar natuurlijk een enorme discussie over gaat. Dus over een stukje biodiversiteit wat we al dan niet willen creëren op dijken. Ik denk wel dat dat zeker in zekere mate gewenst is. Dat het niet alleen maar gras is. Ja, wat ik al aangaf in de presentatie. Ik heb er soms wel moeite mee dat die toplaag zo zwaar wordt opgebouwd. En dat je dan eigenlijk alleen maar grasachtige vaak hebt staan. Ik denk dat we daar wel winst kunnen boeken als we dat toch ietsjes lichter zouden opbouwen en dan een wat gevarieerdere vegetatie hebben. Ja, dan misschien naar een hybride variant om maar een zandbord te gebruiken. En een goede vegetatie en een erosiebestendige kleilaag. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen van dat wanneer zeg maar die situatie van bloemrijke dijken, als die zeg maar kan voorkomen dat er een soort hydrofilie ontstaat of een afsluiting van de toplaag voorkomt, dat dan misschien ook als er diepere scheuren zijn ontstaan, dan dat die wordt het misschien doordat het vocht toch dieper binnendringt, dat dan die scheuren misschien toch nauwer worden of in te sluiten. Dus dan kan het dus ook een positief effect hebben. Ja. Dat vind ik wel een mooie eye-opener. Ja, ja. Kijk, zeker de wat diepere beworteling kan natuurlijk voor zorgen dat je dat scheurvormingsverhaal iets tegengaat, doordat er wat meer samenhang is. Ja, ja. En de zaak is het wel complexer dan alleen maar erosiebestendigheid van het een versus het ander. Het gaat om een complete interactie en hoe dat samen leidt tot een veilige dijk. Dat is duidelijk. Maurice, toch nog een vraag voor jou weer ook. Er wordt genoemd dat er voornemens zijn om kalk te gaan toepassen, om de erosiebestendigheid van kleilagen op de dijken te verhogen. Kalk heeft ook invloed op de geschiktheid van zo'n laag om voor vegetatie op te groeien. Wat zou jouw idee zijn als je hoort dat we dijken willen gaan bekalken? Dan zeg ik altijd, een agronomisch verhaal, wat is de zuurgraad van je toplaag? Kijk naar je vegetatie wat daar staat en wat kan die aan? Kijk, wat eigenlijk het doel is, wat ik ook heb aangegeven met die kleiplaatjes en die calcium ertussen. Waar het eigenlijk om gaat is de calcium. En kalk is een calciumcarbonaat. Je wil niet zozeer dat carbonaatstukje. Dus als het om de calcium gaat en je pH is al hoog, boven de 7, dan kun je gewoon gips gebruiken. Dus dan dien je toch calcium toe voor je stabiliteit, maar dan ga je niet die pH verder de lucht in jaren versterken, of je verlaagt hem zelfs iets. Ja. Wat gunstig. En dan krijg je sulfaat in plaats van carbonaat. Dat verschijnt niet. Oké, dat is eigenlijk dus ook. Maar, en ook een terecht aandachtpunt voor dat onderzoek. Dan heb ik op basis van de chat en iedereen gaat gerust door met het stellen van vragen. Hoor. Op het moment dat je nou een discussie denkt dat je als ik iets wil benoemen, dan ik blijf hem wel gewoon lezen ondertussen. Maar nu een vraag voor Mark. En Maurice toonde aan dat een dijk heel gelaagd is opgebouwd. Met horizonten.
Terwijl wij als wij een makroskwaliteitssommetje maken, toch het hele dijklichaam homogeen schematiseren met een uniforme eigenschap dijksmateriaal heet het dan vaak. En eigenlijk is de vraag van Mark, denk je dat dat verantwoord is om die hele dijklaag gewoon als één homogene grondlaag te schematiseren? Tot nu toe wel. Ik refereerde net al in mijn presentatie naar het onderzoek wat nu gaande is voor de onverzadigde zone. Of we daar eventueel ook sterkte aan kunnen gaan toekennen. Dus daar zit dus eigenlijk al een beetje van dat we toch wat meer gaan opdelen enzovoort. Dus daar zou dit dus ook in kunnen passen om toch wat meer verdeling in het geheel te krijgen. Of wat meer sublagen gaan toepassen. Ja, ja. Nou, interessant hoe die ontwikkeling zich dan gaat voortzetten. Een andere vraag, Mark, ook voor jou. Zeker naar aanleiding van jouw presentatie ook. Hè? Kijk, normaal gesproken beoordelen we de veiligheid van dijken vaak op basis van de wintersituatie. Nou, hebben we nu een keer een hoogwatersituatie gehad. Eigenlijk kun je dan de vraag stellen of de sterkte van een dijk in de zomer altijd beter is dan in de winter. Je noemde zuigspanningen. De grasbekleding kan er net wel heel anders uitzien. En er kunnen scheuren in een dijklichaam zijn. Wat is jouw inschatting? Is de wintersituatie altijd maatgevend? Of zou je allebei die periode apart moeten gaan beschouwen? Ik zou zeggen van dat de wintersituatie niet per definitie altijd maatgevend is. Die zomersituatie, eigenlijk inderdaad wat je net noemde, als er een droogte is geweest, scheuren. Dus het pad van als er eventueel neerslag of overslag is, wordt dan korter en direct infiltratie in je dijkkern. Dus dat is wat negatiever. Maar aan de andere kant zien we dus inderdaad dat die zuigspanningen dan bij droogte er zijn. Dus dat is dan weer een positief effect. En dus ja, dan hangt het een beetje van de situatie af van of dat die afweging, of dat dan misschien toch iets negatiever uitpakt dan de wintergesloten situatie. Dus vandaar mijn aarzeling van of wat ik net zei van dat het niet per definitie meer zo is van dat het de gesloten situatie of de wintersituatie maatgevend is. Nee, duidelijk ook. En een terechte vraag ook is inderdaad van hoe groot is de kans dat je hoog water hebt tegelijk met extreme droogte? Dus misschien die combinatie wel heel klein, maar afgelopen zomer zag ik wel dat het wel gewoon een hoog water was tijdens een geen extreme droge zomer, maar nog steeds wel gewoon in de zomer. In een gebied waar het niet heel veel had geregend, het waterlimburg. Dus het blijkt een interessante combinatie. Maar ik denk genoeg hierover. Een andere vraag ligt denk ik een beetje op het raakvlak van Maurice en Bart. Het ging over dat je door die steeds veranderende klimaatomstandigheden van heel nat en heel droog grotere wisselingen in je dijkvegetatie kunt hebben. Is er bijvoorbeeld ook wel gevraagd van wat kun je het beste doen om die verdroging tegen te gaan? Moet je het gewas zo kort mogelijk houden? Moet je het juist zo lang houden? En is de verdamping van het gewas tegen de verdamping van water doordat de zon instraalt? Maar als je dan kijkt naar beheer en onderhoud, hè, wat is volgens jullie nou dan een goede maatregel om te gaan doen, gegeven dat we steeds extreme wisselingen kunnen gaan krijgen. Ik denk dat ik Maurice misschien eerst moet vragen waar zijn vegetatie. Om op het punt maaien, trek ik even een parallel naar datgene wat op sportvelden bijvoorbeeld gedaan wordt met een grasvegetatie. Kijk, op het moment dat je de zomer ingaat en het is bekend dat je een droge tijd voor de boeg krijgt, als echt de voorspellingen eruit zien van joh, het wordt echt extreem, dan ga je hoger maaien. Maar goed, dat is op een dijk natuurlijk iets anders, want zo vaak maai je niet. Dus en het kan best zijn dat je een maand geleden hebt gemaakt. Dus ik denk niet dat je daar heel veel speelruimte hebt om daar wat meer mee te doen. Dus dat vind ik een hele moeilijke. Ja. De reactietijd is te kort. Ja.
wel van mij over. Nou, meer om die plant gewoon meer body te geven, dat die wat sterker blijft. En dat die eigenlijk, wat die eigenlijk wil doen, is hij wil zijn groeipunt beschermen tegen die hoge lichtintensiteit en die extreme temperatuur. Zodat hij, als die extreme periode voorbij is, dat hij zich heel snel weer kan herstellen. En als je hem dus te kort maakt, ja, dan brandt dat hele punt in en dan herstelt hij zich niet meer. Ja. Maar als je dan kijkt naar wateronttrekking, is het dan zo dat een hoge vegetatie meer water onttrekt dan een lage vegetatie? Ja. Ja. Dus je hebt ook wel juist dat als je hem lang houdt, dat die wel meer water wil hebben uit de bodem. Ja, dat is het dualisme wat erin zit. Ja, nee, dat heb je helemaal. Ik vond het heel mooi in jouw presentatie dat je aangaf van. We moeten ons ervan bewust zijn, hoe dieper de beworteling is, hoe meer water je eigenlijk onttrekt uit de diepere grond. En ik denk dat een hele interessante is, zeker in het licht van de biodiversiteitsdiscussie, want daar neigen we toch uit van, nou, als de beworteling maar goed diep is, maar als ik jou beluister, daar zit wel ergens een optimum. Misschien gerelateerd aan de grondsoort, waar we specifiek voor veen dan, hè, of dat bij klei of zand net zo sterk speelt, dat weet ik niet. Je hebt vooral naar veen gekeken, denk ik. Nou, het is verschillen wel per locatie. Dus de een waar we dus echt diepe uitdroging zagen, was eigenlijk meer klei in de toplaag. Waar dus minder water beschikbaar is. Terwijl juist bij veen zie je meer water beschikbaar. Dus daar zou je eigenlijk, ja, daar kan je, als je een bepaalde wateronttrekking hebt, duurt het langer voordat het diep in de grond zich verplaatst. Maar dat is inderdaad wel boeiend van die natte en droge situatie, die werken ook, ja, je hebt verschillende optimale situaties. Bij nat wil je inderdaad gewoon een diepe worteling, maar eigenlijk bij droog wil je helemaal geen diepe worteling. Dat is wel wat je eigenlijk ziet, van als je steeds meer naar, ja, ruige vegetatie, verkruiderijke vegetatie, dan moet je ook rekening gaan houden dat je kaders meer uitbouwt. En dat is denk ik wel wat je, nou, dat moet je niet vergeten. Ja, als ik dan maar jouw grafiek herinner, kan dat voor sommige kaden helemaal geen kwaad. Dan zou je prima zo'n kruidenvegetatie kunnen hebben. Maar zijn er ook kaden waarbij dat wel kwaad zou kunnen. Dat is het, doordat ze een diepere beworteling hebben, meer water onttrekken, meer gedroging van de dijken. Nou, dan ga je toch sommetjes blijken, maar ook misschien een grotere afname van de stabiliteit van zijn dijk. Ja. In extreme ook zou dat kunnen. Dus je moet eigenlijk wel heel veel van je dijk weten en je vegetatie om te denken wat eigenlijk optimaal is. En misschien de laatste vraag, Maurice. Hebben we daar voldoende kennis voor om inderdaad van een dijk te weten qua grondwater, vochtigheid, bodemstructuur, textuur? Ik heb bodemscheikunde, ik heb een hoop woorden gehoord in jouw presentatie. Moet je wat van een dijk weten om te weten wat het beste is? En weet je dat dan van tevoren of weet je dat dan de afloop van de zomer wat het beste was geweest? Dat is dan misschien de grootste vraag van het eind. Ja. Ja, het liefste weet je dan natuurlijk van tevoren. Ja. Kijk, als je in eerste instantie hangt het natuurlijk af van welke vegetatiedek wil je hebben. Als je dat optimaal wil hebben, stelt hij bepaalde eisen. Zowel aan de bodemstructuur als aan de bodemtextuur. En ik denk dat je dat van tevoren je heel goed moet realiseren. Als jij iets hebt liggen wat totaal niet past bij iets wat je misschien wel wil. Ja, hoe realistisch is het dan om dat te gaan nastreven? Ja, dus je moet wel meer weten inderdaad, bodemfysisch, bodemchemisch, wat heb je zitten. Ja, dat lijkt me een duidelijk verhaal. Ja, ik kijk nog even wat er is binnengekomen en dan gaan we ook langzaam naar de afronding. En wat ik inderdaad misschien wel dan in om dan met die afronding te gaan starten, twee dingen tegelijk, altijd moeilijk. Maar ik zie nou in de chat ook steeds genoemd, zowel door de huidige grasregisseur als door zijn voorganger, wordt het verwezen naar de handreiking grasbekleding en dan de hoofdstukken over het beheren daarbinnen. Ik weet niet hoe goed iedereen bekend is met die handreiking, maar dat lijkt me wel een hele duidelijke aanrader om daar goed naar te gaan kijken. Dat is dan vooral voor iedereen die nu aan het luisteren is. Het lijkt me ook goed, maar dat is bijna een oproep aan de huidige grasregisseur Peter. Dat mensen als Bart en Maurice en ook Mark ook een keer weer worden uitgenodigd om goed naar die handreiking te kijken. En eens kijken wat ze uit hun eigen onderzoek en ideeën nu.
misschien nog aan opmerkingen hebben op die handreiking. Of alles wat daar staat nog steeds past binnen de beelden van de drie heren die ik net heb genoemd. Maar dat dan misschien als, nou ja, als voorzetje voor een vervolg. Kijk, Peter die heeft nog gereageerd. ja, nou, wie weet wat we daar dan voor vervolg aan gaan geven. Maar dan ga ik nu inderdaad afronden. Ik vond het zelf een interessante discussie. Ik vond het vooral interessant om te kijken hoe toch die betrekkelijk verschillende vakgebieden elkaar zo raken op het onderwerp van hoe de vegetatie bijdraagt aan de sterkte van een dijk. En hoe dat kan gaan veranderen in, ja, bij extremere weersomstandigheden. En er is nog niks zo gevaarlijk als verborgen veiligheden. Want als die beginnen af te nemen, dan weet je echt niet wat er gebeurt met je dijk. En ik denk dat hier nog wel een aantal dingen zijn, een aantal onderwerpen waar we wat beter naar moeten gaan kijken of we die wel goed begrijpen en of we ook goed kunnen inschatten wat dan die extremere weersomstandigheden of met name dan die extremere droogte voor invloed kan hebben op de veiligheid van onze dijk. En dat lijkt me een mooie vervolg. En zoals ik al zei, misschien is een eerste stap erbij om eens goed naar die handreiking te kijken. En ik zie Maurice dat jij betrokken bent geweest bij de herziening van die handreiking. Dus dat is in de tijd van Jaap al een keer gebeurd. Een overleg geweest. Goed, nou, dat stelt mij helemaal gerust. Voor nu ga ik jullie dan allemaal bedanken voor het luisteren. Ik zei al, dit was de laatste serie, de laatste aflevering in de serie Kennisdagen. Die van 16 september die is uitgesteld naar begin volgend jaar. En we hopen elkaar allemaal weer live te kunnen gaan ontmoeten. En ik moet zeggen dat evengoed dit online medium mij ook wel bevalt in zekere zin. Voor sommige soorten kennisdagen. Maar voor deze ging het volgens mij prima. Nogmaals iedereen bedankt. En wellicht tot een volgende kennisdag. En wellicht ook live. Dan. Een fijne dag verder nog. Tot ziens. Tot ziens.